It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag spelen we weer een keer Call of Duty Black Ops 2. Maar niet zomaar, we gaan gewoon lekker Gun Game spelen. Ik weet niet of ik één potje doe, twee potjes. Ik denk eentje, maar gewoon simpelweg. Omdat gewoon even snel een video op moet gaan nemen. Dus, als je het natuurlijk al leuk vindt, laat dan even je blauw duimpje omhoog achter. Helpt me natuurlijk enorm. Dus zullen jullie zien op de map Nuketown 2025. En dat is natuurlijk ziek chill, want hier kan je best wel snel een Gun Game potje winnen. Maar, als je achter staat... Dan is het niet chill, dus wat ik ga doen. Deze man hier killen. Dan deze man. Dan deze man. Dan deze man. Dan deze man. Dan die man. En dan komt er niemand meer. Frenzy kill hadden gewoon, hè, lol. Dan deze man, een paar kaas. Dat gaat lekker, jongens. Hij ziek hard gekillt door hem. Zo. Let's go. Gaat op dit moment flawless, dus. Nee, kut, als ik dat zeg, ga ik juist dood. Holy shit, begin maar eens even lekker, jongens. Let's go. Oeh, cheeky little quickscope. Let's go. Hit Mark. Ah, hij is AFK, shit. Waar is hij? Voor mij zit hij boven. Wow. Kut, hij is nog kills hier. Kut. Ik mis alles. Oh, deze niet. Kom op. Nee, ik wou 1 dead houden. Ik wou gewoon een 19 kill dead. Shit. Dat is het niet. Holy shit, jongens. 20 om 2. Wat ik ga doen, is ik ga nog een potje spelen. Want dit is wel eens 1 ziek snel potje. Dus, wat ik nu ga doen, is even de killcam of de fire of de pregame op weer uitknippen. Dus, ik hoop jullie ook te gaan zien bij game nummer 2. Want ik ga gewoon proberen een flawless gun game potje te halen. Ik denk niet dat het gaat lukken. Maar wie weet, dus jongens, tot zo meteen bij game nummer 2. Welkom back bij game nummer 2. We spelen nu op de map Hijtek, omdat Nuketown opeens wegging. De hele lobby switchen opeens. Maar we zitten nog wel met dezelfde mensen. Dus, we gaan kijken wat we nu weer kunnen gaan doen. Kijken of het weer zo snel weer kan worden. Join weer wel 2 nieuwe mensen bij. Maar er spawnt niet iemand voor me. Of wel dus op dit moment. Die join net, of connect net. Dus die gaan we proberen eerst op te pakken. Zo, dan gaan we hierin lopen. En hij staat waarschijnlijk weer AFK, ja dus. Dat is niet leuk, man. Waarom ga je niet gewoon even... Oh. Waarom ga je niet gewoon op een ander moment even poepen? Oh, maar 1 dood. Nee, kut, man. Dan ging mijn flawless weer. Daar ging niet weer. Over en uit. Zo, hadden we nog bijna, jongen. Pol. Moet even op die spawns letten hier, want ze kunnen opeens gewoon random achter je spawnen. Hier. Dat bedoel ik. Om dit potje te winnen moet je eigenlijk hier in het midden staan. Dan moet hij zich wel even omdraaien. Nee, ik was al lang weg daar. Ja, dit kan niet. Ik was al lang weg daar. Thanks voor mijn scuff controller.
Oeh, en dan span ik die achter me. Ik moet gelijk een achter me, maar op. 1, 2. Yep, oh. Zo, hij scheef. Ik ook. Oh. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat iemand zo scheef is als de... Wat is het? Als ik was. Kut. Ik sta 2 kills voor. Kijk hoe druk het hier is. Ja, zo. Hoppaka, zo doe je dat, jongen. 20-4 is eindscore. Maar, hierbij is deze video afgelopen natuurlijk. Vorige potjes iets beter gegaan. Deze, ik weet niet hoe lang deze heeft geduurd ongeveer. Maar, deze man die ik hier kill is echt gewoon heel erg slecht. Want hij kill me gewoon niet. Maar alsnog super erg bedankt voor het kijken naar deze video. Laat je blauwe duimpje natuurlijk omhoog achter. En dat helpt me natuurlijk enorm. En dan hoop ik jullie ook te gaan zien bij de video van morgen. Die om 10 uur natuurlijk online komt. Dus, abonneer voor meer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de video van morgen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En dan moet ik nog één ding zeggen. Als jullie dit gave embleem al hebben gezien. Let maar op, ik lief me even. Kaboom. Hier zien jullie mijn nieuwe embleem. Die is gemaakt door Dennis, oftewel Tidi. Super erg bedankt natuurlijk. Oftewel Bullet nog wat. Maar jongens, ik zie jullie bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Later.